zieken u zochten en u, u raakte ze aan. U bent de God van wonderen. U bent mijn koning, tot alles in staat. Niemand is groter, voor altijd eer ik u naam. U stilt de storm, u splijt de zee, de God van wonderen. Het werd stil toen de wijn bijna op was. Zorgde voor meer dan genoeg. De God van wonderen. U bent mijn koning, tot alles in staat. Niemand is groter, voor altijd eer ik u naam. U stilt de storm, u splijt de zee, de God van wonderen. Want als ik vraag om een brood, dan geeft u geen steen. Zelfs de vogels voedt u, u laat mij nooit alleen. Alles is mogelijk bij u, ik leef in uw kracht. Heeft mijn ogen geopend. U bent hier. U bent hier. U bent mijn koning, tot alles in staat. Niemand is groter, altijd eer ik u naam. U stilt de storm, u splijt de zee, de God van wonderen. U stilt de storm, u splijt de zee. Hi, ik ben Sjerk Wiltjer. Ik ben 31 jaar en ik kom uit Waskameer. Ik ben opgegroeid in een familie waar religie heel erg heerste. Ik ben in een traditionele kerk opgegroeid. En ja, levend geloof, ja, dat wist ik helemaal niet wat het was. En echt een relatie met God wist ik ook niet wat het was. Dus, als ik echt zie naar mijn verleden, was ik echt een kerkganger. Zondag ging ik naar de kerk en door de week leefde ik gewoon in de wereld. En ja, dat heeft mij gewoon gevormd ook. Hè? De religie, de regeltjes, de wetjes, waarheid. De liefde van God, die kende ik niet. En vanuit daar ben ik zo gevormd ook. Maar ja, er zijn ook heel veel beschadigingen ook in mijn leven gekomen. Ook, hè? Een wond van vadeloosheid. Hè? God als vader zien, nou, dat snapte ik helemaal niet wat het was. Dat was natuurlijk wel een punt waarvan je zegt van, nou, daar was eigenlijk gewoon, daar struikelde ik mee, of daar streed ik mee. Ja. Gewoon dat beeld van je hemelse vader en van je aardse vader. Ja, ja, en ook gewoon, als ik dingen fout deed, dan kon ik ook niet geloven dat God van mij hield. En dan kon ik ook niet geloven van dat ik een geliefd kind van God was. Ik wist ook niet wie ik was in God, zeg maar. En omdat je die bevestiging thuis ook niet echt kreeg, zeg maar, ja.
wist je ook niet echt van, ja, wie ik was. En ja, vanuit daar ook verslaving, maar ook gewoon van allerlei bolwerken die Satan heeft kunnen opbouwen, zeg maar. Onreinheid, schuld en schaamte. Ja, schaamde me ook voor God. En ik geloofde ook niet dat God... ja, omdat ik me schaamde voor God, durfde ik ook niet naar hem toe te gaan. Omdat ik me ook gewoon zelf veroordeelde. Ik was gewoon keihard voor mezelf. Ik had gewoon mijn muren om me heen gebouwd. En als God dan daarbij wou komen, ja, dan schoot de muur omhoog en dan was het klaar, zeg maar. In 2018 was er een dag dat ik echt, dat God me zo aanraakte en zei van, weet je, let there be light, open the eyes of the blind. Dat ging door me heen en op dat moment heb ik gezegd van, ik ga naar huis. Ik ga naar mijn vrouw toe en ik zeg van, nou is het klaar. Nou wil ik gaan leven zoals God het van mij vraagt. Niet meer mij wil, maar u wil. En vanaf dat moment, ja, heb ik alles, ben ik gewoon open kaart. En gooide ik alles in het diepe. En zeg, Heer, u wil. Ik had mijn scheidingspapieren ijs al getekend. Ik dacht van, nou, Kimberly ben ik kwijt. Maar juist daar liet God de genade zien. En zei van, hey, Kimberly zei, komt wel goed. Komt allemaal wel goed. Jezus betekent voor mij dat hij zoveel van mij hield. Dat hij voor mijn zonde wou sterven. En dat ik weet van, hij die in mij is groter dan hij die in de wereld is. En dat ik weet van de kracht wat hij daar gedaan heeft, die leeft in mij. Wat is het voor jouw toekomst? Je merkt, God is een God van wonder. Hij heeft een wonder. Ja, zeker weten. En wat kun je nou zeggen tegen de mensen die dit horen? Ja, weet je, wat ik echt de mensen wil bemoedigen is van, God is mijn ongeloof tegemoet gekomen. Hij heeft een geloof in mij geplaatst. Dat ik weet van, God heeft een plan voor mijn leven. En wat ik heb meegemaakt, is dat ik wil meestrijden in het leger van Jezus Christus. En ik wil mensen gaan vrijzetten in zijn naam. En dat ik ook gewoon ze mag meehelpen om ze opnieuw weer op te bouwen. En dat ze gewoon ook mogen zien van, God heeft een plan met jouw leven. En is God een wonder voor jou? Ja, amen. God heeft een groot wonder. Ja, een heel groot wonder. Hij is een vader voor je. Yes, amen. Ik wil jullie bemoedigen. God is een God van wonderen. Hij heeft een wonder in mij gedaan en hij wil dat ook bij jou doen. Wauw, wauw, wauw. Wat een getuigenis. Goedenavond allemaal. Wat een mooi getuigenis. Wat een mooi verhaal, hè? Wat een mooie man ook trouwens, hè? En dat is Sjerk. Sjerk, zit je hier? Kijk, zullen wij Sjerk nog even een applaus geven? Weet je, ik vind het zo mooi als je zoiets ziet dat pakt. En dat is ook echt een wonder. En Sjerk is gelukkig getrouwd, heeft twee prachtige kinderen. En hij werkt keihard, maar hij doet ook nog de Bijbelschool ernaast. Dus hij is bij het internship. Dus weet je, ik vind het zo mooi, want dat betekent dus, ik wil verder gaan. En ik heb een plan. En dat heeft God eigenlijk met u. Nou, ik vind het heel fijn. Ik ben Evie Knevel. En ik wil heel graag tegen u zeggen vanavond. Het thema is, wie weet het? God van de wonderen. Wonderen. Kijk eens naar links en naar rechts. Want dat was Sjerk, hè? En dat is een wonder. Trouwens, die jongen die daar zit, dat is onze zoon Samuel. Dat was sowieso een wonder. Want die kwam na 20 jaar als een heel leuk cadeautje kwam hij. Als een groot wonder heeft God ons gegeven. Dus kijk eens nou naar links en rechts, voor en achter. Er zit een wonder naast u, wist u dat? En groet elkaar nou eens. Zeg eens tegen elkaar, wat fijn dat een wonder naast me zit. Er zijn zoveel wonderen hier vanavond. Het is sowieso wel een wonder dat u er bent. Toch? Maar weet je wat ik zo mooi vind? En dat staat centraal, die God van wonderen. Weet u, wij zijn hier pas in de gemeente en ik vind het zo mooi. Ik leer steeds meer mensen kennen en iedere keer kom ik achter verhalen. En dan zeg ik, vertel eens, hoe ben jij dan tot geloof gekomen? Nou, dan komen ze van heel diep weg. Maar ze zijn opgeklommen. Ze hebben toen het evangelie gehoord op de een of andere manier. En ze hebben gezegd, wij willen. Ik wil ook gewoon gelukkig worden. We willen toch allemaal gelukkig worden, of niet? En daarom vind ik het zo mooi. Er zitten hier allemaal wondertjes. En een deze dagen, dan
staat ineens de camera op u, hoor. Dus bereid je er maar vast op voor. En wat ik ook een wonder vind vanavond, is dat we de jeugdband hebben uitgenodigd om te komen spelen voor ons en te zingen. Want dat zijn ook wonderen, mensen. Daar zijn we zo dankbaar voor. Ik heb zelfs gehoord dat er een opa's en oma's zijn gekomen speciaal om naar hun kleinzonen te kijken. Het is toch wat, Jochem? Die staat er helemaal achterin. Maar ik ben zo blij dat u er bent. Vrienden en vriendinnen, klasgenoten zijn gekomen vanavond. Wie is er hier voor de allereerste keer? Even kijken. Eerste keer mag, steek je vinger maar op. Kijk eens, zullen we ze even een applaus geven? Wat goed! Wat fijn, u bent vast meegenomen door iemand. Ja, toch? Niet omgekocht, hè? Wel gewoon meegenomen, hopelijk. En vanavond, weet u, is het eigenlijk oorspronkelijk de jeugd die hier altijd is. Maar wij vonden het juist zo fijn, want we hebben de vorige keer hebben we het op een zondagavond gedaan. Maar dan denken we, ja, maar dan moet de jeugd de volgende dag weer naar school. Dus we dachten, wij willen juist dat de jeugd erbij is. Maar niet alleen de jeugd, want de jeugd, die hebben de ouderen nodig. Zitten hier ook oudere mensen boven de 50? Even uw handen laten zien. Zie je het? Ja, boven de 50. Ja, Bart Enstra. Ja, kom op, je schaamt je toch niet. Zitten hier ook mensen boven de 50? Goed zo. Ja, nou, weet je, ik vind gewoon, en ja, wie ben ik dat vind. Maar ik vind dat de jongeren hebben de ouderen nodig. En de ouderen hebben de jongeren nodig. Het is ook niet voor niks dat ik pas na 20 jaar op Sarah en Abraham leeftijd onze zoon kregen. Want dat houdt ons jong. En dat is alleen maar om te bemoedigen. Oudere mensen, als jullie boven de 50 zijn, inspireer die jongeren nog steeds. Doe dat. En dat is belangrijk voor hun. Want er komt de tijd dat zij ook 80 worden. En dan moeten zij ook een keertje gaan praten. Maar ik praat niet meer. Ik ga even Reinder vragen. Want Reinder is onze worship leader. Kom op, applaus voor dit team. Ja. Yes, amen. Laten we gaan staan en laten we God groot maken deze avond. Yes. Vader roept, hij
die naar je uit. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. De zon bevrijdt is voor altijd.
wonder door zonde. Mozes stierf voor. Ja, ja, hij stierf. Ja, zijn kind.
Is er plaats voor mij? Ben een kind van God. Ja, zijn kind. Zullen we de Heer een applaus geven vanavond, mensen? Hij is het waard. Hij is onze God en Vader. En Hij is het waard. Mag gaan zitten, maar ik wil vragen of alle jongeren en alle tieners naar voren willen komen. En alle jeugd. Kan dat? Oh, nou wordt het moeilijk. Kom op jongens, alle jongeren, kom op. Zullen wij ze een applaus geven terwijl ze naar voren lopen? Ja, podium, op het podium. Ja, tuurlijk. Podium is groot genoeg. Jongen, jongen, jongen. Even door met applaudisseren, want dat stimuleert ze. Wauw. Wat een jeugd. Wat goed. Yes. Kom maar een beetje, kom maar een beetje naar het midden toe. Wat vind ik dit mooi. En weet je... Siert en Mirjam zitten ergens achterin, hè? Ja, daar. Ik geloof 25 jaar geleden kwamen wij hier voor het eerst... En toen vond ik het altijd zo leuk om dan de jeugd naar voren te halen. Toen was ik zelf ook nog jeugd. Maar ik hou ervan om hun gewoon, dat ze gezien worden. Moet je eens kijken, dit is de now generation. Niet de generation van tomorrow, but it is the now generation. Nou, wat een flauw applaus zeg. Jongens, ik bijt niet hoor, dus jullie mogen wel met meer naar voren. Kom maar naar voren, kom maar er meer naar voren. En ik vind het zo leuk, want er zijn mensen die zijn gewoon meegekomen. En die worden ineens zomaar het podium opgezet. En dat vind ik alleen maar leuk. En wat wij gaan zingen, dat wij geloven in de naam van Jezus. Amen. En ik ga even kijken hoor, of het allemaal gaat hier. Want dit moet ik aandoen en dit moet ik aandoen. Gelukkig dat ik het doe, want als Arjan het doet, gaat het helemaal fout. Even kijken. Wacht even voor, ja. Oh, is dit goed? Och, dit is een beatbox. Maar dit lied, dat is I Speak Jesus. En dat kennen we allemaal, hè? Dat kennen jullie, hè? Heb je het allemaal geoefend? En je kunt het meelezen daar, hè? In geloof spreek ik de naam van Jezus. En hiermee zeggen wij ook... Dat wij een proclamatie... Weet je, deze jonge mensen... Die geven een signaal af... Voor de maatschappij straks. Voor de scholen. Voor hun gezinnen. Zijn we trots op ze of niet? Kom op. Laat het horen dat je trots op ze bent. En ietsje meer naar voren. Want dan sta ik zo wel... Kom. Kom maar ietsje meer naar voren. Nog meer. Zijn ze thuis ook zo verlegen? Nee, toch? We gaan met elkaar, gaan we dit zingen en jullie mogen het met ons meezingen. En we zingen en proclameren, ik geloof. In geloof. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over ieder hart en elk verstand. Goed zo, zing het maar. Zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. Is toch mooi die naam? Kom aan mensen, in geloof. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Iedere verslaving breken zal. In hem is er hoop en echte vrijheid. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, droomt in het duister, schijnt in de nacht. In geloof, mensen, in geloof spreek ik de naam.
Jezus. Over alle onrust, alle angst. Vrijheid voor je worst tot met depressie. Ik spreek Jezus. Zullen we dat nog één keer zingen? Dat couplet. In geloof, kom aan. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over alle onrust. Over alle onrust. Oh, vrijheid voor je worst tot met depressie. Ik spreek Jezus. In het duister. Over mijn familie spreek ik die grote naam, Jezus. Kom aan mensen, roep Jezus. Roep Jezus van de dagen, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Nog maar een keer, roep Jezus, come on. Roep Jezus van de dagen, Jezus overal. Jezus, Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in de duister. Weet je, als wij zeggen roep Jezus van de daken, dan betekent dat dat wij eigenlijk iedereen wel zo bij de arm willen pakken om te zeggen er is hoop in de wereld. Als je het getuigenis hoorde van Sjirk, weet je, als Jezus niet in zijn leven was gekomen, dan had hij misschien ergens in de put beland. Maar weet je, Jezus kwam daar. En daarom vind ik het zo belangrijk. Iedereen heeft hier wel een getuigenis. De Bijbel spreekt er ook over. Jezus zei, ga heen en getuig. Draai eens naar iemand toe en zeg eens, knijp maar eens in zijn arm en zeg maar, getuig. Vertel het aan iedereen. Vertel jouw getuigenis. Weet je, je kan het wel van de daken afroepen, toch? Dat gaan we met elkaar nog één keer zingen. Roep Jezus van de daken. Come on. Roep Jezus van de daken. Jezus overal, Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Kom aan kerk, zing het. Roep Jezus van de daken, yes. Jezus overal. Oh, yeah. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Oh, halleluja! Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, breekt alle banden. Brandt in het duister, schijnt in de nacht.
als je kan. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Yes. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over ieder hart en welk verstand. In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. Come on. Kom aan, jullie mogen weer terug naar je plaats, maar geef ze een geweldig applaus. We zijn zo trots op jullie. Wij zijn zo trots op jullie. En we zijn trots op de jeugdleiders en de tienerleiders. Echt geweldig wat jullie doen en daar zijn we heel dankbaar voor. Mooi hè? Wat een vruchtbare grond trouwens hier hè? Zou ik misschien ietsje meer microfoon mogen? Ietsje meer. We hebben gekeken net naar het getuigenis van Sjirk. En wie is daardoor gezegend? Ja, weet je, want als je Sjirk namelijk hier op het podium zet, dan heeft hij wel 2 uur de tijd nodig. Dus daarom hebben we gezegd, weet je wat we doen? We filmen het en we knippen het gewoon. Nee, maar het is goed gegaan, Sjirk. Maar ik wil nu heel graag gewoon ook aankondigen een volgende getuigenis. En ik wil vragen of het geluid van de getuigenis, dat het misschien ietsje harder mag, dat iedereen het kan horen. Dus laat die gehoorapparaten maar piepen. Toch? We gaan luisteren. Ik ben Hans Jasma en ik ben geboren in Drachten. Op 6-jarige leeftijd ben ik eigenlijk heel rebels geworden. Gewoon door bepaalde woorden die in mijn leven zijn uitgesproken, dat je niks met me kon. En daardoor eigenlijk gewoon in de gevoelige jongen die ik eigenlijk was, begon ik heel hard te worden. En ging ik ook echt mijn rug steeds meer keren naar mijn ouders. Dat ze ook eigenlijk niks meer met me kon. En eigenlijk is dat van kwaad tot erger gegaan. In een heel werelds leven, in een heel gewelddadig leven. En eigenlijk is een heel zwaar drugsverleden wat ik gehad heb. Ik ben ook op heel jonge leeftijd al in aanraking geweest met justitie. Toen ben ik eigenlijk op een 15-jarige leeftijd ben ik uit huis geplaatst. In een internaat. En ja, dat was dus al dat ik een pakket bij de justitie had liggen. Maar dat is eigenlijk is dat van kwaad tot erger gegaan. Dat ik daar dagelijks begon. Het was een open internaat. Daar leerde ik blowen elke dag, drinken elke dag. En begeleiding kon ons daar niet aan, dus dat ontspoorde daar eigenlijk nog veel meer. Ik had op een gegeven moment opgegeven. Totdat ik meerdere keren bijna met de dood in aanraking kwam. Dus dat ik eigenlijk een zoektocht had, meer van, hey, wat is het nou? Er moet iets zijn, gewoon, ik kan toch niet? En eigenlijk is daar een klein beetje een zoektocht gekomen van, is dit alles? En ik injecteerde gewoon bij de laatste woning van mij, daar injecteerde ik nog de cocaïne naar binnen. En toen voelde ik in mijn hart dat ik zou sterven, dat ik naar de hel zou gaan. En ik was me nooit bewust van hel en hemel, daar leefde ik niet zo mee, maar dat was voor mij toen een hele sterke overtuiging. En toen ben ik eigenlijk gewoon op mijn knieën, en ik had nog een matras alleen op het beton liggen, gewoon, dan ben ik op mijn knieën heel bang, ben ik naar een kacheltje gegaan. En ik zie me nog, dat ik op de knieën met die kachel, God, als u er bent, dan doe iets in mijn leven gewoon. En ik heb bijna 30 opnames gehad, dus die zoektocht die is voor mij heel reëel geweest. Gewoon, en ook het verlangen om uit die drugswereld te komen. Gewoon. En ik moet heel eerlijk zeggen, gewoon, ik was niet op zoek naar God. Ik zocht om daaruit te komen, uit die... Die vastigheid. Alleen toen kwam ik in De Hoop terecht, in Dordrecht. En daar merkte ik gewoon aan de mensen, want door alle andere opnames die ik had gehad, merkte ik van, hé, hier is iets anders. Die mensen doen anders, reageren anders. De verandering is daar gekomen in je leven. En hoe
is het nu? Ik denk dat de dankbaarheid in mijn hart, dat is ook mijn dooplied geweest, gewoon voor eeuwig ben ik dankbaar, gewoon dat brandt in mijn hart. Ik ben zo dankbaar dat ik überhaupt nog leef. En dat ik voor eeuwig leef. Dat je daar bewust van bent. Dat de Heer Jezus voor mij persoonlijk aan het kruis is gegaan. En dat ik daarvoor heb mogen kiezen nog en heb kunnen kiezen nog. Want daar kan ik alleen maar over zeggen van dat het een heel groot wonder is voor mij. Dat God op die manier ingegrepen heeft in mijn leven. En wat kun jij nu zeggen tegen iemand die nu naar jou kijkt? Dat voor een ieder de Heer aan het kruis is gegaan. En dat ik hoop dat je niet zo diep hoeft te zakken dan ik ben gezakt. Met alle gebrokenheid van dien. Want de nadelen die zijn er ook. Als je diep zakt. Dat je ook na je bekering. Dat als je je leven aan God geeft. Dat je erachter komt wat voor een puinhoop er dan achter je ligt. Bij mij heeft het heel lang moeten duren. En ik hoop dat mensen de liefde proeven. Van de Heer Jezus met wie Hij is. Dat Hij voor een ieder aan het kruis is gegaan. Die voor Hem kiest. Voor eeuwig met Hem mag leven. Maar ook met Hem mag leven hier op aarde al. En niet verloren gaat. Maar echt voor eeuwig naar Hem toe mag. En ik heb een hele lieve vrouw gekregen. Hele lieve kinderen gewoon. En zo heb ik de zegen van God gezien. Stap voor stap. Over hoe God dingen gaat invullen. Maar wel stap voor stap. God is een God van wonderen. En dan weet ik waar ik het over heb. Dankjewel. Dankjewel. Heel graag gedaan. Heel graag. Applaus. Zo. Wat een prachtige getuigenis. Nou, en ook als je Hans hier ziet ook. En wie kent Hans niet? Wie kent Hans wel? Iedereen, hè? En we zijn zo dankbaar, Hans, dat je hier doorheen bent gegaan. Liever niet natuurlijk, maar ik ben zo dankbaar dat je een getuigenis hebt. Dat je heel veel mensen iets te vertellen hebt. En misschien vanavond is er hier iemand die zegt, joh, dat herken ik, wat hij heeft meegemaakt. Dat herken ik. Ik ben ook opgenomen geweest. Ik heb ook die laatste shot misschien in mijn armen willen. Maar weet je, er is een God. En die God is die God van wonderen. En daar ben ik zo dankbaar voor. Weet je, ik vind het zo mooi, hè. Ik word steeds enthousiaster over die getuigenissen. Als ik zo de zaal in kijk, dan denk ik, ach, er zijn hier zoveel wonderen die hier gebeurd zijn. En dat gaan we ook echt deze komende tijd gaan we dat allemaal horen. Amen. Wauw. Ik wil heel graag een lied zingen en dat zegt alles eigenlijk over de dankbaarheid die ik heb voor mensen zoals Hans en Sjerk en Obbe. Oh, Obbe, volgens mij, als jij een getuigenis vertelt, dan zijn we hier morgen nog. Volgens mij. Maar ik ben zo blij dat er zijn zoveel mensen die kunnen vertellen dat ze Jezus hebben gevonden. Daar begon het toch bij? Dat ze Jezus hebben gevonden. Ik wil heel graag dit lied zingen. En dat zegt eigenlijk, dat spreekt mijn dankbaarheid uit voor Jezus. Ook ik heb dat mee moeten maken. Heer, ik liep vast. Oh, ik weet nog wie ik was. Ik was blind en verdwaald, door mijn zonden ingehaald. Ik kon niet terug, want de kloof was veel te wijd. Maar aan de overkant stond u, en uw oog was steeds op mij. U werd de brug die de diepte overspan. Verliet uw vaders troon om te heen.
ik heb me mee willen zingen. Dank u, Jezus. Probeer ik te zingen dat refrein. Zing het nog een keer allemaal, kerk, kom. Glorie.
luisteren naar nog een getuigenis. En ik vind het zo'n mooi getuigenis. Het is pas geleden is het op tv geweest in de verandering. En dit getuigenis gaan we echt, daar ben ik zo door gezegend. En er zijn mensen hier, dit gaat je aanspreken. We gaan luisteren. Ik ben Michael en ik ben 26 jaar en ik ben geboren in Groningen, in de stad. En ik kom uit een gezin waar ik meerdere broers en zussen had. Mijn ouders die kwamen uit verschillende huwelijken, waarin we uiteindelijk allemaal samen zijn gekomen en ik het product ben geworden uit het huwelijk van mijn beide ouders. Ik ben wel opgegroeid in een onveilig gezin, waar veel ruzie was. Veel drama, veel trammeland kun je wel noemen. En wat resulteerde in vaak wel veel problematiek thuis. Ouders veel ruzie met elkaar. Op een gegeven moment zorgde dat ervoor dat wij ook wel eens moesten vluchten voor mijn vader, met mijn moeder. En dat we echt wel in opvangtehuizen hebben gezeten om maar in veiligheid te kunnen zitten. Ja, dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat ik op hele jonge leeftijd uit huis ben geplaatst. Door jeugdzorg, want die wilde graag dat ik een goede en veilige ontwikkeling kon meemaken. En dat is een hele pijnlijke tijd voor mij geweest. Waarin ik echt veel pijn en afwijzing en verdriet heb ervaren. Ja, en zo ben ik eigenlijk mijn hele jeugd wel wat doorgewandeld. Ik had een hoogtepunt, dat is om mijn 18-jarige leeftijd, waarin ik weer naar huis ben gegaan. Ik ben weggelopen vanuit een instantie waar ik toen woonde, want ik wilde graag weer thuis wonen. En thuis ging het toen ook eventjes goed. Nou, uiteindelijk ging het toch weer, net als vroeger, fout. Mijn ouders hadden weer ruzie en dan word je wat ouder en dan ga je op je eigen manier nadenken. En op een gegeven moment was het weer goed tussen mijn beide ouders. En hebben ze gezegd van... we willen ook dat jij het gaat goedmaken. En ik was daar toen niet toe in staat, omdat er hele nare dingen waren gezegd. En toen ben ik uit huis gegaan, ben ik eigenlijk op straat gezet van, hey, ga maar weg. En ik weet dat er altijd een gezin was die tegen mij heeft gezegd, Michael, als er wat is, dan kun je altijd bij ons komen. En dat was het moment dat ik helemaal niks had. Geen schooldiploma, geen werk, geen idee van financiën. Geen vrienden heb ik nooit op kunnen bouwen. Ik had eigenlijk helemaal niks. En dat gezin waar ik toen naartoe ben gegaan, die heeft mij opgevangen. En ik heb er toen voor gekozen om naar hun te gaan. En eigenlijk ben ik daar toen de hele tijd niet meer weggegaan. Maar ik weet nog heel goed dat ze wel één voorwaarde hadden. En die voorwaarde was, als je bij ons woont, dan verwachten we wel dat je meegaat naar de kerk. De kerk was voor mij toch wel iets waarvan ik dacht, het hoeft niet per se, maar als het moet, dan heb ik onderdak, prima. En ik weet nog heel goed, ik ging mee de eerste dienst naar de kerk en daar sprak ze over een titel, zonder strijd geen overwinning. En die preek die sloeg exact aan op waar ik doorheen ging. En toen vroegen ze ook aan de gemeente, van, wie wil zijn leven geven aan Jezus? En voordat ik het wist, stak ik mijn hand omhoog. Maar van tevoren ervaarde ik wel echt twijfel, omdat ik dacht van, hoe kan het nou dat er een God is, want dat noemden ze. Hoe kan het dat er een God is in je leven die een plan met je heeft, na al die ellende die ik heb meegemaakt? En toen kreeg ik ook de gedachte van, maar ik heb nu helemaal niks meer. En alles wat ik nu kan winnen, dat is binnen. Dat is gewoon, alles is winst op een moment. Dus ik heb God gewoon de kans gegeven. Ik heb Jezus de kans gegeven om iets te doen in mijn leven. Ja, en dat is de allerbeste keuze geweest in mijn leven. Voor mijn bekering was ik echt een wees. En nu ben ik echt een zoon van God. En ik heb alles gekregen waar ik vroeger van droomde. En God heeft alles, in alles voorzien. Hij heeft van alle nare dingen heeft hij mooie dingen gemaakt. Met ups en downs, absoluut. Maar ik heb nu een prachtig gezin, een prachtige vrouw, een prachtig kind, een prachtige vriendengroep. Ik werk nu zelf als jeugdzorgwerker in de zorg, waar ik zelf uitkom. Ik ben zo dolgelukkig. Ik heb alles
wat ik eigenlijk wil, waar ik van droomde. God heeft in alles voorzien. En die heeft voor mij gezorgd en die vormt mij nu ook nog. Het is niet dat alles ineens roze geur en maneschijn is. Tuurlijk ga ik nog door strijd in, maar ik weet gewoon met hem ben ik meer dan overwinnaar en ga ik het halen. En hij is echt mijn kracht geworden. Ik heb gemerkt dat God een God van wonderen is en dat wil hij ook voor jou zijn. Dat hebben we hier in huis. Michael, geweldig. En wat een mooie getuigenis, hè, mensen. Dat God een God van wonderen is. Amen. Halleluja. Halleluja. En weet je, dan is het ook nog iets dat je volhoudt, hè. Het is goed als je begint, maar maak je het ook tot het eind. Want dat is erg belangrijk. En ik wil daar ook samen met Arjan een lied. Oh, die staat ineens naast me. Ik schrik ervan. Nee hoor. Ik denk, er staat George Clooney. Heb jij jouw microfoon? Nee, weet ik niet. Kan iemand zijn microfoon pakken? Dat is een nummer 13. Dit is rechts, achtervoor. Stap je rechteroor. Ja, dan moet je er één. Ja, die 13. Die gaat, ik heb er maar eentje in. En die staat daar. Ah, dankjewel, Reinder. Applaus voor Reinder. Wat een geweldige broeder. We gaan een lied zingen en ik zat net te denken, dat heet Wie volhardt die wint. Dat is een lied van onze cd die de EO jaren geleden met ons heeft opgenomen. Waar we begeleid worden door niemand minder dan het Nederlands Metropoolorkest. En dat was notabene het jaarlied in 1996 geloof ik van De Hoop in Dordrecht. Wie volhardt die wint. Ga tot het einde door. Voor die jongens die met dat drugsverleden, weet je, om niet op te geven, vol te houden. Want dat verlossing en bevrijding en een nieuw leven en een plaats in de maatschappij hun deel zou zijn. Dus dat is wel heel erg leuk. Hans, ik weet niet of je dat weet, maar ik zag De Hoop. Mijn vriend, directeur Teune Stortebeker en zijn vrouw Dini waren toen directeuren. Die hebben een jaarlied ervan gemaakt. Het lied wat we nu gaan zingen. En dat zegt, wie volhardt. Die wint. Ik geef hem een knopje wat harder draaien. Ja, wacht even hoor, jongens. Meer bas, als het kan. Kan er nog meer bas in de muziek? Momentje hoor. Het gaat iets hier niet goed, denk ik. Praat nog maar even met elkaar, dan kunnen wij nog even dit doen. Ja, hoe is het met jullie? Leuks. Zeg eens tegen iemand, wat zie je er goed uit? Ben je nou iets afgevallen? Of wat zit je haar leuk? Je gaat vast naar een mooie, leuke, moderne kapper. Yes. Dat mocht, hè? Dat mogen we. Dat mogen we. Dat vind ik zo fijn van deze kerk. Ja. Dat we 5 minuten de tijd hebben om even elkaar te groeten. Ja. En dan gewoon even te zeggen, wat leuk dat je er bent. Dus zeg het nog eventjes tegen iemand en dan ga ik de muziek alvast aanzetten. Oké, ja, wat leuk. En een speciaal welkom voor mijn 2 buurvrouwen. Ja. Die een paar boerderijen verder. En alle 2 heten ze toevallig Betty. Leuk dat jullie er zijn, zeg. Geweldig, wat een verrassing. En, en degene die hier voor het eerst zijn, geniet, ontspan. En geniet en neem alles in bezit wat God voor jullie heeft vanavond. Amen. Ja, hé? Je mag het meezingen, want de mensen kijken namelijk naar je. Oh ja. Dus ren zo hard je kunt, de eindstreep tegemoet. Al vallen velen af, door zorgen zonde verblind. Let niet op tegenslag, maar zorg dat jij het vindt. Daar gaan we, doen het eerst een keer voor. Want wie volhardt, die wint. Ga tot het einde door, hou het rechte spoor. Wie volhardt, die wint. En wie wint, ontvangt de prijs. Krijgt een kroon in het paradijs. Wie volhardt, die wint. Amen, yes hè. Niet opgeven hoor.
verleiding dag aan dag. De vijand wint terrein. Maar kijk nooit achterom. Laat hem geen winnaar zijn. Let niet op wat je voelt. De finish komt in zicht. Jaag enkel naar het doel. En de prijs die voor zullen je zullen we nu proberen ligt. Allemaal te zingen? Kom maar, probeer het. Yes. Want wie volhardt, die wint. Gaat tot het einde door. Hou het rechte spoor. Wie volhardt, die wint. En wie wint, ontvangt de prijs. Krijgt een kroon in het paradijs. Wie volhardt, die wint. Want wie volhardt, die wint. Die wint, en wie wint ontvangt de prijs. Krijgt een kroon in het paradijs. Wie volhardt, wie volhardt, die wint. Want wie volhardt, die wint. Ga tot het einde door, hou het rechte spoor. Wie volhardt, die wint. En wie wint ontvangt de prijs. Krijgt een kroon in het paradijs. Wie volhardt, wie wint. Yes! Het Metropoolorkest. Kan mijn monitor een tikkeltje harder? Mijn monitor, ja, die heb ik in mijn oortje. Dan moet ik mezelf hard, wat harder. Wat, ik ga nu draaien, ik voel iets. Ja, ja, daar komt hij aan. Oh, wat goed zeg. De techniek staat voor niks. Dames en heren, broeders en zusters, dit jaar zijn wij 50 jaar in de bediening. Onze eerste optreden was tijdens een verlovingsfeest van Hans en Esther Timms in 1 januari 1973. Het is nu 2023, precies 50 jaar. Oh, en wat waren we jong. We waren 10, ik was 11, we waren al heel vroeg erbij en we zijn nog steeds jong natuurlijk. Maar, maar het is 50 jaar en wat hebben wij veel mogen doen. Voor degenen die ons nog niet kennen, die hier voor het eerst zijn, Evi is mijn vrouw. En we zijn 48 jaar alweer gelukkig getrouwd. Yes! Oh, toen ik Evi voor het eerst ontmoette in de jeugddienst in Den Haag. Het was een heel klein, tenger meisje en ze speelde op een 12-snarige gitaar. En ze keek zo lief. Ik denk, die moet ik gauw vragen voordat het te laat is. En toen ik haar hand vroeg, begon ze te huilen. Ik weet nog steeds niet waarom. Maar misschien was dat misschien was dat profetisch, omdat ze wist wat een gelukkig leven ze zou krijgen met mij. Halleluja. Lieve mensen, 50 jaar in de bediening. In meer dan 30 landen hebben we het evangelie mogen brengen. En we hebben duizenden mensen, vooral jonge mensen, tot Jezus zien komen. Halleluja. En dat is het grootste wonder. Want het grootste wonder is niet lichamelijk als mensen genezing ontvangen. We zien ook dat regelmatig mensen genezen worden. We hebben vorige week een getuigenis gehoord van een vrouw die manisch depressief was al voor jaren. En we baden voor haar en ze zegt ik voel de elektriciteit op mijn hoofd. En ze zegt nu na een jaar, dat is een jaar geleden, het ging niet eens over één nacht ijs. Maar nu een jaar later zegt ze heb ik geen medicijnen meer. De doktoren staan voor een raadsel en God heeft mij vrijgemaakt van depressiviteit. Man is depressief. Geef de Heer een applaus. God is dezelfde. Hij is een God van wonderen. Halleluja. En wij hebben, en weet je wat ik zo blij om ben in deze tijd waarin we leven? Wij hebben een bediening van blijdschap. En dat is zo geweldig. Een bediening van blijdschap, zeg ik altijd. Wij maken altijd mensen blij. Laat het me u uitleggen. Heel veel mensen zijn blij als ze ons zien. En als ze ons horen. Maar er is ook weer een klein aantal die is blij als we weer in de auto stappen naar een dienst en weer naar huis rijden. Maar hoe je het ook bekijkt, er zit helemaal niks tussen. We maken altijd mensen blij. Is toch geweldig? Lieve mensen, ik wil een tekst lezen vanuit het woord Matteüs 11. Ik weet niet of het de tekst, ja, die, of dat wordt straks geprojecteerd achter mij. En dat zegt hier Matteüs 11,
vers 12. En de dagen van Johannes de Doper af. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Johannes de Doper die stond tussen de oude en de nieuwe bedeling. Johannes de Doper luidde de nieuwe bedeling van Jezus aan. En iedereen vanaf Johannes de Doper mag nu kloppen op de deur van de hemel en vertellen wat ze willen. En ze mogen staan op het woord van God. En we mogen geweldig staan op het woord. En wat God beloofd heeft, mogen wij. Wat God beloofd heeft, dat mogen wij in geloof ons toe-eigenen. En dan staat er hier. En geweldenaars grijpen het. En geweldenaars grijpen het. Wie zijn die geweldenaars? Dat zijn u en ik. En iedereen die hier luistert naar mijn stem. God wil dat wij een geweldenaar zullen zijn. En dat wij het zullen grijpen, de zegeningen van God. Het thema van deze avond luidt God van wonderen. Vrienden, ik heb dit onderstreept. Luister. Ik had het willen projecteren hier op het doek, maar dat kwam zo tot mij. Het schijnt dat God zich veelal openbaart door wonderen als zijn kinderen violent faith laten zien. Violent faith, vasthoudend, volhardend geloof. De geweldenaars, zegt de Bijbel, die grijpen het. En als wij grijpen naar de zegeningen van God, als wij staan op de belofte van God, dan wil ons de Heer geven wat wij van hem verlangen. Jullie horen het getuigenis van Evi, wij hebben 20 jaar gewacht op onze zoon en het was medisch onmogelijk. Maar wij gingen niet bij de pakken neerzitten. We ontwikkelden onszelf om een geweldenaar te zijn. En te zeggen, nee Heer, u heeft die baarmoeder in Evi haar lichaam niet voor niks gegeven. En we staan op uw woord, want de vrucht van het lichaam is een zegen van God. De schoot van de vrouw is de zegen van God en we stonden op het woord. En wij namen geen genoegen met nee. En wat hebben wij aan die hemelpoort gebonkt? Volgens mij zit er nog een paar gaten in die deur, in de poort van de hemel. En wat knock, knock, knock on heaven's doors, amen. En wat hebben wij geklopt en wat hebben wij gezegd, Heer? We staan op uw woord. Uw woord zegt dat u de waarheid bent. Uw woord zegt dat wij ons moeten vasthouden aan onze belijdenis. Want hij die het beloofd heeft, die is getrouw. Lieve mensen, God wil dat wij violent faith zullen ontwikkelen. Willen wij de zegeningen van God zien in ons leven. Amen. Halleluja. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die violent faith ontwikkelden. En die hebben gekregen wat God beloofd had. Ik moet denken in Markus 5 vers 25. En we gaan het niet lezen. Daar staat een schitterend verhaal over een bloedvloeiende vrouw. De Bijbel zegt ze was 12 jaar ziek. En ze had al haar geld had ze gespendeerd aan doktoren en ziekenhuisbezoeken. En ze was er slechter aan toe als in het begin. Een bloedvloeiende vrouw. Al haar kracht was geweken. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. Ze had kunnen zeggen, ach, misschien is dat het lot in mijn leven. Eén dag, op een zekere dag, zegt de Bijbel, kwam Jezus voorbij haar huisje. En ze had binnen kunnen blijven zitten. En ze had kunnen zeggen, als God wil dat ik genezing ontvang, dan zal Jezus naar de voordeur lopen. En dan zal hij kloppen op de deur, weet je wel. En dan zal hij zeggen, is er hier nog een zieke? Nee, deze vrouw wist, ik heb een probleem. Ik lijd aan bloedvloeien, de portemonnee was leeg. Want al haar geld had ze uitgegeven. En toen ze hoorde dat Jezus voorbij kwam, toen dacht zij, it's now or never. En de Bijbel zegt, ze zei tegen zichzelf, ik zal. En ze moet gekropen hebben, omdat al haar krachten weg waren. Al de krachten. Ze zegt, ik zal kruipen door de mensen, massa heen. En als ik de zoom van de kleed van Jezus aanraak, dan zal ik genezen zijn. Dat was haar proclamatie. Ze zei bij zichzelf, en moet je je voorstellen, want we lezen het zo makkelijk, hè? Maar moet je je voorstellen, de mensen die dromden om Jezus heen, ze moeten misschien gezegd hebben, ga weg jij. Voor die Joodse wetten mocht een bloedvloeiende vrouw niet eens de straat op, niet eens contact maken met andere mensen. Maar ze liet zich vernederen, die vrouw.
En ze had maar één ding in haar gedachten. Wat een violent force. Wat een violent faith. Ze had maar één ding in de gedachten. Als ik straks de kleed van Jezus aanraak, dan zal ik genezen zijn. En met haar laatste krachten kwam ze bij Jezus. Ze moet gekropen hebben, want de zoom is meestal beneden. En ze raakte de zoom van zijn kleed aan. En Jezus zegt, wie heeft mij aangeraakt? Ja, zei de discipelen, iedereen raakt u aan. Ze drommel om u heen. Nee, zegt Jezus, iemand heeft me aangeraakt. Want ik voel dat de kracht is uitgegaan uit mij. En toen draaide Jezus zich om. En die vrouw die beefde, want ze dacht, wat zou die gaan zeggen? En Jezus kijkt haar vol bewogenheid aan. En Jezus zegt, dochter, dochter, jouw geloof heeft jou genezen. Halleluja. Mensen, hebben wij geloof vanavond voor ons wonder? Hebben wij geloof dat God wil doen wat hij beloofd heeft? De Bijbel zegt, God is geen leugenaar. Hij is geen mens die liegen kan. Zou hij zeggen en niet doen? Zou hij beloven en niet in vervulling brengen, zegt de Bijbel. God zegt, lieve mensen, ontwikkel dat die violent faith. En violent wil helemaal niet zeggen van geschreeuw, weet je wel, of agressief. Nee, violent betekent volhardend geloof. Geloof wat niet opgeeft. Geloof wat wil totdat bereikt is waar die persoon voor komt. Ik moet denken aan Zacchaeus, wil ik daar wat van zeggen van Zacchaeus. Oh, Zacchaeus die was een belastinginspecteur, Zacchaeus. En het staat in Lucas 19, het was een belastinginspecteur en hij verdeelde al het geld onder zijn armen, over zijn armen. En het was een heel klein opdondertje. Een heel klein opdondertje, zegt de Bijbel. En Zacchaeus, die had geroofd van de mensen. Die had de mensen bestolen. De mensen die mochten hem helemaal niet. Want een belastinginspecteur die onrechtmatig geld verzamelde van de mensen. Die was niet geliefd. Maar ondanks, de Bijbel zegt, hij was schatrijk. Hij was schatrijk. Maar hij was niet gelukkig. En heel veel mensen zijn schatrijk, hebben het geld in overvloed. Maar nog steeds is hun hart leeg. Nou, Zacchaeus, een klein mannetje, die wilde zo graag de woorden van Jezus horen. Maar er waren ook weer zoveel mensen om Jezus heen. En hij dacht, ik wil de woorden van Jezus horen, maar het is onmogelijk. En al zegt de Bijbel, hij verzon een plannetje, kleine Zacchaeus, en hij dacht, daar moet Jezus straks langs lopen. Ik klim in een boom. En misschien hebben mensen wel gezegd, hey Zacchaeus, weg joh, ga de boom in joh. Dat weet je toch? En misschien dacht hij, hey, dat is een goed idee. Ja, heb ik niet over nagedacht. En de Bijbel zegt, hij klom in een boom. En hij wachtte totdat Jezus onder hem een wilde vijgenboom, zegt de Bijbel. En hij wachtte totdat Jezus onder die boom liep en hij hoorde de teachings van Jezus. En hij zag Jezus. En weet je wat zo mooi is? Het moment dat Jezus onder die boom doorliep, keek hij naar boven en zegt, Zacchaeus, vanmiddag kom ik met mijn discipelen bij jou lunchen in jouw huis. En hij was zo verbaasd. Jezus veroordeelde hem niet. Jezus zei, ik kom vanmiddag in jouw huis. Maak een lekkere lunch klaar met mijn discipelen. Want ik wil gewoon bij jou zijn. En weet je, Jezus kwam even later met zijn discipelen in het huis. Een prachtig huis natuurlijk van Zacchaeus. En hij had heel veel goederen, zegt de Bijbel. En Jezus gaf genade. Jezus veroordeelde hem niet, maar Jezus gaf liefde. En weet je wat hij zegt? Heer, de helft van de goederen die ik gepikt heb van de mensen, die geef ik terug. De helft van mijn goederen geef ik terug. En alles wat ik heb afgeperst, zegt de herziene Statenvertaling, wat ik heb afgeperst van de mensen, dat geef ik vierdubbel terug. Amen. Wat een violent faith. Wat een geweldenaar. De Bijbel zegt, geweldenaars grijpen het.
En dan heb ik nog één voorbeeld. Er staan er zoveel lieve mensen. Ik kan wel uren doorgaan. Maar ik moet denken, ik vind het zo'n mooi verhaal over dat verhaal dat die verlamde man die 4 vrienden had. Heb je wel eens van het verhaal gehoord? Er was een verlamde man en die wilde zo graag lopen. En hij had 4 vrienden. En ze wisten dat Jezus in een huis was. Maar het huis was volgepakt met mensen. Zelfs buiten de deur stond er een hele schare mensen. En moet je voorstellen, en ze hadden zo'n draagbed, weet je wel, die vrienden. En die arme man, die verlamde, die kwam uit, ja, bij dat huis. En ze konden niet naar binnen. Mensen zeiden misschien, kom morgen maar terug. Kom morgen maar terug. Het huis is vol. Er is geen plaats voor jullie. En dan denk ik, ze hadden kunnen zeggen, nou ja, misschien is dat niet van de Heer, weet je wel. Misschien moet ik mijn juk en mijn lot dragen. En misschien is dat wat God wil. En ze gingen het niet beredeneren. Dat hadden ze kunnen doen. Maar weet je wat die vrienden gingen doen? Die liepen om het huis heen. En ze dachten, zou er een raam zijn? Maar nergens was een raam te vinden. En toen dachten ze, weet je wat? We gaan het dak op. En die arme man op dat draagbed, ze vonden volgens mij een tros touwen. En ze hezen die verlamde man op het dak. En dan zegt de Bijbel, nou, dan zegt hij hier, ik heb er hier wat uitgehaald in Markus 2 vers 4. En dan staat er, omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakbedekking. Ik zou niet graag die mensen bij mij in mijn huisje willen hebben, die nou klaar is. Ze verwijderden de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij de dakbedekking opengebroken hadden, en dat was niet zomaar een gaatje in het dak, want er moest een man van 1,70 meter, 1,80 meter die op zo'n draagbaar lag, die moest er doorheen. Dat hele huis dat werd gesloopt. Ongelooflijk. Maar die vrienden die dachten, ik zal mijn wonder ontvangen. Ik zal mijn vriend zien lopen. En geloof neemt nooit genoegen met nee. Wat hadden die vrienden een violent faith. Wat waren daar dat een geweldenaars die grepen naar de zegeningen van God. En ze hadden een groot gat hadden ze in het dak gemaakt. En ze lieten hem op zijn lichtbed waarop die verlamde lag, lieten zij neer en hij kwam neer vlak voor de neus van Jezus. En Jezus die genas deze man en deed een geweldig wonder. Lieve mensen, ik hoop dat wij vanavond ons gaan ontwikkelen of dat wij het willen accentueren dat wij geweldenaars zullen zijn en dat wij niet zullen opgeven om van God te ontvangen. We moeten soms ons geloof laten zien aan Jezus. Weet je, Jezus kwam in zijn geboorteplaats, hè, zegt de Bijbel. En dan zegt de Bijbel, Jezus kon niets doen. Weinig krachten vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. Daarom zei Jezus steeds als hij iemand genas, je geloof heeft je genezen. Je geloof heeft je behouden. Halleluja. En er is nog zoveel te vertellen, lieve mensen. Maar God wil wonderen voor je doen. Ook vanavond willen we voor je bidden met ons gebedsteam. Als je ziek bent, als je ook psychische klachten hebt, als je bang bent. De Heer die liet me zien, er zijn mensen ook die last hebben van angst en slapeloosheid. En allerlei fobieën, weet je wel. En God wil je vanavond aanraken. Maar wees een geweldenaar. Kom gewoon naar voren en zeg, Arjan, ik heb een probleem. Ik heb een nood. Kan jij voor me bidden? Kan je de handen opleggen? En als je dat doet in geloof, dan zal God je niet teleurstellen. Amen? Halleluja. Zijn we er nog? Zeg me eens na, ik wil een geweldenaar zijn. En ik wil naar de zegen grijpen. Halleluja, halleluja. En ik denk helemaal aan die weduwe en die onrechtvaardige rechter. Daar gaan we nou niet over praten, want ik vind het zonde van de tijd. Want ik heb maar een beknopte tijd, maar ik zou hier zoveel over kunnen zeggen. Lieve mensen, we gaan aanstonds gaan we bidden voor de zieken.
maar ook voor mensen die geestelijke problemen hebben. En weet vanavond dat God een God van wonder is. Amen. Weet je, als je zo passief zit in je stoel van, nou ja, ik zal wel zien wat er gebeurt vanavond, maar als je die houding hebt, dan zal je niks ontvangen. Maar als jij een geweldenaar wil zijn, als jij naar de zegeningen van God wil grijpen, als je zegt, Heer, dit is wat u beloofd heeft, dit is mijn nood, Heer, en ik dank u wel, u bent gewillig om mij te helpen. Dan zal God het doen. God heeft ons nog nooit teleurgesteld. Nooit. Maar wij moeten, soms moeten wij geloof tonen in de beloften en in het woord van God. Prijs de Heer, halleluja. Amen. Je mag straks naar voren komen, dan bidden we voor jou. Maar weet je, het belangrijkste is dat je weet dat als je zou sterven, dat je naar de hemel gaat. Ik ben zo blij voor die drie mannen, die jonge vaders, die mannen die getuigd hebben net. Dat zijn geweldenaars. En in hun nood hebben ze gegrepen naar de belofte van God. En moest kijken hoe God hun leven veranderd heeft. Als ze waren blijven zitten in hun ellende, dan waren ze misschien al dood geweest. Ik weet zeker, sommigen. Maar ze hebben gezegd, nee, God heeft een plan met mijn leven. God is een goede God. En ik zal herstellen. En ik zal een gezin krijgen. En ik zal genieten van de zegeningen van God. Geef deze drie kantjes nog eens een applaus. Halleluja. Halleluja. Lieve mensen, ik wil vragen, als hier mensen zijn en je kent Jezus nog niet, neem vanavond de beslissing, dat is het allerbelangrijkste wat je kan overkomen in je leven, dat je een keuze maakt om Jezus in je leven te vragen. Hij zal je leven volkomen veranderen. Hij zal zijn liefde in je hart uitstorten. Er is niemand die meer van je houdt als Jezus. Je vader en moeder, vrienden en vriendinnen, die hebben misschien gezegd op school, ik hou van je, ik hou van je, weet je wel, en maar na een tijdje lieten ze je in de steek. Mensen zijn mensen. Maar God is een God van liefde. God is een God van wonderen. En hij wil niets lievers dan jou redden. Dan jou gelukkig maken. Prijs de Heer. Ik wil je eigenlijk vragen, nee, eigenlijk smeken om een keuze te maken vanavond om Jezus in je hart te vragen. Amen. En dan zal God je leven zo rijk maken. Ik was een jongen van 19 jaar. Toen ik voor het eerst in een dienst kwam, zoals hier. Ik kom uit een zware gereformeerde hoek. En ik hoorde alleen maar, we hebben niks, we zijn niks en we kunnen niks. Ik was tot mijn 19e jaar aan het niksen. Maar toen kwam ik in een gemeente zoals hier. En toen hoorde ik dat God een plan had met mijn leven. En ik hoorde dat Jezus aan het kruis gestorven was voor mijn zonde. En weet je, toen heb ik gezegd, die Jezus die wil ik kennen. En nu 52 jaar geleden, 53 jaar geleden, brandt nog steeds dat vuur in mijn hart. En we reizen nog steeds de wereld over om de mensen het evangelie bekend te maken. We zijn bezig met voorbereiding om naar Nepal te gaan. Daar hebben we een weeshuis met 39 voor één straatkinderen die bedelden. Die bedelden in een toeristen, Tamil, in een toeristenwijk. Die worden nu liefdevol opgevangen. En we hebben ons weeshuis die we hebben laten bouwen, hebben we genoemd The Father's House. Come and go with me to my father's house, to my father's house. En lieve mensen, we mogen overal waar we komen in deze wereld een zegen zijn. Afgelopen zondag hadden we een geweldige dienst in de Joshua gemeente in Drachten. En er kwam een aantal mensen tot geloof. En mensen huilden omdat ze zagen dat mensen tot Jezus kwamen, familieleden. Lieve mensen, deze morgen las ik op teletext dat nu, op dit moment, meer dan 50.000 mensen de dood vonden tijdens die vreselijke aardbeving in Turkije en Syrië. 50.000. 3 weken geleden leefden deze mensen nog, waren ze bij hun gezin. En dachten ze van, we worden 90 jaar. Maar ineens die aardbeving, die alles vernietigende aardbeving. En meer dan 50.000 mensen, die kwamen zo, die liepen zo de eeuwigheid in. Lieve mensen, ik wil je vragen. Laten we vanavond een levensverzekering afsluiten. En zeggen, Heer,
kom in mijn hart. Ik wil niet verloren gaan. Ik wil gered worden. Er is niks mooiers dan dat je weet dat Jezus voor jouw zonde gestorven is. En dat je weet, it is well with my soul. Amen. En misschien zeg je, ja Arjan, ik ga naar de kerk. Ik ga naar de kerk en het is wel goed met mij. Maar lieve mensen, een kerk kan je niet redden. Een kerk is niet gestorven aan het kruis voor jou. Ook een dominee niet. Zelfs ook een voorganger niet. Ook deze kerk kan je niet redden. Redding is alleen maar als je zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. Ik wil u kennen. Ik wil u kennen. Ik wil vrede in mijn hart. En ik heb een paar vragen voordat we gaan bidden. Wil je de glimlach van Jezus zien en ervaren in je leven? Wil je dat de hemel je eindbestemming is? Er is een hemel en er is een hel. En God wil niet dat mensen verloren gaan. Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Halleluja. Wil je echte blijdschap? Die blijdschap is te vinden aan de voeten van Jezus. Wil je rust en vrede? Yes, zoveel mensen moeten Teresta en Semesta slikken. Weet je wat ik laatst las op internet? Er zijn 700.000 Nederlanders die 's nachts slaappillen moeten slikken omdat ze niet kunnen slapen. 700.000. En diezelfde mensen hebben weer, als ze wakker worden, hebben ze weer tabletten nodig om de dag door te komen. Mensen zijn opgejaagd. Maar Jezus zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Oh, die rust die Jezus geeft. En die vrede die Jezus geeft is zo geweldig. Halleluja. Maar lieve mensen, als je Gods plan wil kennen voor je leven, wees nu een geweldenaar. En zeg, Arjan, ik wil die keuze maken. Ik wil een geweldenaar zijn. Ik wil grijpen naar mijn redding. En dan wil ik voor je bidden. Halleluja. Ik weet dat er hier veel mensen zullen zijn. En die zullen zeggen, Heer, kom in mijn hart. Ik vraag niet om je aan te sluiten aan onze kerk of bij deze kerk. Ik vraag je alleen maar, wil jij gered worden? Wil jij die zekerheid hebben dat jouw naam staat opgetekend in het boek des levens? Dat je weet, als ik zou sterven, dan hoef ik niet verloren te gaan. Dan is de hemel mijn eindbestemming. Wauw. Iedereen zegt, wauw. Oh, halleluja. Halleluja. Vind je het niet heerlijk om gered te zijn? Die getuigenissen van Hans, van Michael en van Sjerk. Wat heerlijk, die jongens die lagen in de goot. Maar God heeft ze eruit getrokken. En ze hebben gezegd, ja, ja, ik wil. En ze ontwikkelden zichzelf als geweldenaars. En ze hadden een violent faith. Ze zeiden, dit laat ik nooit meer gaan. Amen. Ik wil vragen voor een moment om te gaan staan. Zullen we gaan staan voor een moment? En dan ga ik bidden, lieve mensen.